Nadat leerlingen in Paramaribo blij zijn gemaakt met een goed gevulde schooltas door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, was het de beurt aan de leerlingen van district Brokopondo. Samen met de echtgenote van de minister van Volksgezondheid, Latife Elias Issa, is de presidentsvrouw richting Brokopondo getogen. Leerlingen van de OS Bronsweg, RM Smitschool en de pater van de Pluimschool kregen een schooltas van de First Lady en de echtgenote van de minister overhandigd. We maken dit voor het eerst mee dat de First Lady 100%, wanneer ik praat over 100%, bedoel ik eigenlijk alle leerlingen van die drie scholen in het resort Bronsweg, respectievelijk. De openbaar heeft alle leerlingen gehad, zo ook het dependance van de Mulo, Brokopondo, ja, de EBG school en de laatste is de RK school, de Pater Voorbraak school. Alle leerlingen hebben gekregen. We zien dit voor het eerst, Brokopondo vooruit. Tenminste op de eerste plaats bedanken we hier hartelijk, want gezien het feit dat we dus in het binnenland zijn en we weten de omstandigheden van de mensen waarin ze leven, dat het dus soms heel moeilijk gaat, mensen met zeg maar grote gezinnen en om voor al die kinderen een schoolpakket te kopen, daar gaat het altijd heel moeilijk aan toe. In de afgelopen jaren dat ik al in het binnenland werk, weet ik dat ook zo en zo. Dus ik ben heel blij en ik ben heel hartelijk dank aan de First Lady. Natuurlijk wensen we dat het nog vaker zou gebeuren. Ja, dat is onze wens tenminste. En natuurlijk zullen de kinderen er gebruik van maken. We hopen eigenlijk dat de ouders er ook aan meewerken om erop te gaan letten dat de kinderen hun spullen niet vernietigen, maar dat het op een heel goede manier gebruikt wordt. Ik vind het een goed initiatief, want meestal zeggen ze dat de leerlingen van het binnenland meestal worden vergeten. Maar het is een goed gebaar, want dan merk je van ze zijn niet vergeten. Ze denkt aan die leerlingen. Ik vind het blij, ik vind het leuk, omdat ik kan niet meer tassels meer kopen, die dingen daar. Mijn moeder heeft ook niet geld als je blijft zitten, dan ga je moeder niet meer krijgen. Geld krijgen om de dingen te verkopen, dan vind ik het leuk van First Lady. Ik vind het heel interessant dat mevrouw First Lady schooltassen voor ons heeft gebracht in onze school. Man. Ja, hij heeft het echt verlicht voor vele mensen. Kunnen jullie die tassen goed gebruiken? Ja, we kunnen het echt goed gebruiken, want ja, kijk, vanaf de kleuter A tot de zesde klas en Milo, dus ik ben echt heel dankbaar voor de First Lady. Wat wil je aan de First Lady zeggen? First Lady, I believe in you. You can do the job. I believe in you.